Mijn naam is Roan Boon. We hebben een vleeskuikensbedrijf en we zetten iedere ronde 70.000 kantkeukens op. Daarnaast hebben we nog een installatiebedrijf erbij, een camping en een winkel waar we barbecuevlees verkopen. Net zoals veel pluimveehouders had ik veel last van condens aan mijn waterleidingen. Daarom heb ik samen met een collega een installatie bedacht die dit probleem oplost. Door middel van een wisselaar verwarmen we het water van 11 naar 24 graden. Door de installatie hebben we 20% minder mest, betere voedselscores, een betere groei, een betere voederconfessie, geen voerdip meer en kurkdroog strooisel. Ja, ik ben Bennie Otten, pluimveespecialist van Gebroeders Fuiten. En samen met Wim Gerritsen doe ik hier de technische begeleiding bij de familie Boon. En de familie Boon heeft een unieke toepassing op het gebied van drinkwater. De problemen van condens waren dusdanig groot dat we moesten gaan zoeken naar oplossingen. En dat is een warmtewisselaar geworden. Het drinkwater van 11 graden uit de bron opwarmen naar 24 graden. Heeft als effect dat de condens geheel weg is. De strooisel is kurkdroog. Daarnaast voelen de kippen een stuk vitaler. De wateropname daalt met 15%, terwijl de voeropname stijgt. De voederconversie is sterk verbeterd. De voedselscore is sterk verlaagd, naar 0 gereduceerd. Het medicijnverbruik is verminderd. Het is ook wel een beetje te verklaren als je een kip met een lichaamstemperatuur van 41 graden, drinkwater geeft van 10, 11, 12 graden, heeft het dier daar op maag- en darmniveau enorm veel problemen mee. We zien het niet altijd direct en helaas kan de kip niet praten. Maar wat we hier zien, wat we waarnemen, is dat die kip zich veel vitaler voelt. De investering bedroeg €3500 en na 2 rondes hadden we de kosten eruit. Op dit moment zijn er al meerdere bedrijven die gebruik maken van deze installatie.